nog iets doen. Gaan we het er twee maken? Ik kom voor. Oh, zo'n welk. In Saarloos. Mag ik als eerste naar voren roepen? Erik Ruiters! Hey. Mag je een hard applaus, alsjeblieft? Erik, daar is het podium! Ja, waar is de verhoging dan? Daar is dat podium! Dokter, nou, dat is Frans met een Russisch, hè? Dat stel ik niet. Nou, lekker wazig. Doei, ik ga niet doei. Even kijken, het is... Oh ja. Ik maak af en toe een hartinfarctje mee. En ook, maar ook af en toe een klein apocalypsje. En deze komt inderdaad uit Schiedam. Die heb ik... En nou ja, dat is even zo'n belang. Nou, het heet apocalypsje. Op een onscherp omlijnde dag zul je beleven hoe alles rondom je begint te beven en golven. De stad vangt aan te deinen, walsjes te doen en je ziet overal kleine, beteuterde beestjes heenkomen zoeken in scheuren en schaterlachende hoeken. Maar de burgerij lijkt niets te merken, winkelt glazig blikkend verder. Sterker nog nu, de stad smelt als suikergoed. Vloeit zoetjes aan heen via putten in het niets waar ik sta zonder grond onder mijn voeten en overal zweven in een oneindig tragikosmische ruimte putroosters. Die lijken op tralieramen met zicht op het niets zonder cyclamen. Oh, je hebt er de ruimte, eenzaam de ruimte, maar je hoort straatrumoer nog galmen. Fuga van stemmen waarin je onderscheidt. Hart van je moeder, dat zacht om je schijt. Gehate wereld, hoe je me lief was altijd. Nou, ik ben zelf een beetje helemaal verdrietig van. Na de apocalyps is er nog een. Dit gaat over een slager in Schiedam. En die heet Vicky. De keurslager, blozend van eigen volk eerst gezondheid. Jarenlang zag hij mij aan zijn zaak voorbij gaan als de ziekte. Nu stond ik binnen voor een onsje hart. Nooit eerder was slagerman mij zo nabij als nu, terwijl hij mij peilde, afwoog wat te doen. Er was snijmachinegezoem in de stilte en ik zag verbaasd hoe groen kreppapier uit zijn oren kwam puilen. Zijn vrouw, die van de zelfgemaakte huts en stampotten pal achter hem, zij trok een gestifte wenkbrauw omhoog. En toen sneed de slager naar slagers aard een ietsje meer af. En of dat mocht, wel de tranen, waartegen ik vocht. Met bloedend hart stond ik weer buiten. Het licht leek anders. Niet voor de hond. Ons Vicky wilde zijn portie terstond. Oh.